Jongens, achter mij staat een prachtige kerk. En vandaag is het tijd om die eindelijk een keertje af te maken. Yeah! Zin in! Nee jongens, ik maak maar een grapje. Ik heb er serieus wel zin in om dat even te gaan bouwen. Het is zo'n 3 afleveringen geleden dat ik volgens mij voor het laatst hier aan gebouwd heb. En ik dacht, het is eindelijk eens een keer tijd. We hebben vandaag ook mijn witte pet op. Ik dacht, weet je, ik doe eens een keer gek. We gaan een keer gek doen in het leven. Vorige keer had ik mijn pet niet op, nu doen we mijn witte pet op. Moet een beetje variëren op mijn kanaal, hè? Een beetje variatie is altijd goed. Hey, ik knorde er door mijn speech. En zoals je de muziek misschien al hoort opkomen langzamerhand, heb je al door dat er een timelapse aan gaat komen. Dus veel plezier met het kijken naar deze mooie timelapse van de toren. Abonneer zeker ook eventjes. Like even, want we gaan voor 3000 likes. En daar zijn we dan weer. En jongens, ik moet zeggen, ik ben wel heel tevreden met het resultaat van deze kerk. Oh, dat tuintje eromheen vind ik ook zo ontzettend leuk. Dat maakt het zo, ja, sfeervol. Een mega klok in het midden. Het enige waar ik wel nog steeds een beetje over twijfel is dat, is de toren niet te hoog? Heb ik de toren niet een beetje te hoog gemaakt? Maar verder hoeft dat ook niet zo heel veel uit te maken, hè, jongens. Ik bedoel, ik kan hem nu niet meer lager maken. Ik ga het niet meer weghalen allemaal om hem dan vervolgens lager te maken. Maar het heeft me wel wat tijd weer gekost. Alleen is er één ding. Nog niet klaar. En dat is dit, jongens. Het zweeft gewoon nog. En ik heb, ik loop te twijfelen. Ik wil het of als een natuurlijk bergje zo naar beneden laten lopen. Dat het gewoon, ja, met een soort rots naar beneden gaat. En af en toe grasdingetjes op een uitstekende boom en zo. En bla, bla, bla. Of ik wil het net zoals de muur hier, die overigens nog niet af is. Wil ik het gewoon met palen naar beneden laten gaan. Alsof het op een platform staat dat daar expres gebouwd is, weet je. Maar ik denk een rots die misschien of gewoon naar buiten naar beneden loopt. Of juist een beetje stijl naar binnen. Dat kan wel heel leuk zijn. Dan moeten jullie me alsjeblieft even mee helpen met wat jullie het leukst vinden. Dus laat het nu in de reacties weten onder deze video. Wil je een steile rots? Een iets minder steile rots? Of wil je dat het gebouwd is met stoomrix of zo? Laat het weten. Je bent te kijken. Jij mag het beslissen. En uiteindelijk beslis ik, maar je mag een mening hebben. En laat gelijk ook even weten wat je van de kerk vindt, zoveel jongens. Want ik ben er wel heel tevreden mee. Maar goed, terwijl ik bezig was, zit ik hier met mijn mega volle inventory. Heb ik dit gespot, jongens. Voorbij koning Walnut. Voorbij koning Walnut. En daar zit zoveel loot in dat ik echt denk van, waarom? Van wie? Hoezo? En ik zie al groetjes universum. Bye betabals. Maar we doen even alsof dit namens het universum komt. Beste bijkoning Walnut. Ten eerste, de pet mag voor mij opblijven. Nathan, ik heb 1 aflevering mijn pet afgehad en gelijk de pet mag opblijven. Nou, jij mag wegblijven. In de tijd dat ik, koning Nathan, weg ben geweest, heeft mijn beest een verlaten uiterlijk gekregen. Is dat zo? Mocht je dit niet hebben gezien, moet u even een kijkje nemen bij mijn kingdom. We gaan sowieso even naar kingdom bij. Nou heeft het universum half werk geleverd. Het halve werk als in half verlaten. En heeft het jouw hulp nodig. Het universum wil graag de grote lege vlaktes tussen de tempels opvullen met dingen die er verlaten uitzien. Oké. Echter heeft het universum geen inspiratie meer. Oftewel, Nathan heeft geen inspiratie meer. Aan u de taak om het universum te helpen en ideeën te bedenken om de lege vlaktes op te vullen. Dit naar
aanleiding van uw prachtige omgeving om uw kasteel heen. Kijk, dat vind ik leuk om te horen. Het universum is hiervoor bereid een aanbetaling te geven, variërend van 25 tot 100 diamonds. Huh? De uiteindelijke aanbetaling zal aan de kwaliteit van de aangeleverde ideeën liggen. Oké, dus het zijn alleen ideeën. Ik hoef niet te bouwen, maar het zijn ideeën. Er wordt gehoopt dat u het universum kan helpen. Groetjes het universum. Nou, universum, laat ik even mijn inventory een beetje opruimen. En dan heel veel leuke ideetjes bij Kingdom bij je achterlaten. Ik ben al zo lang niet meer bij Nathan zijn, ja, Kingdom als daar zijn base geweest. Dat is echt al lang geleden. Sowieso dat ik de Nether Portal hier heb gebruikt, is echt al heel lang geleden. Oh my days, ik kom hier bijna nooit meer op dit gedeelte. Welke kant is het überhaupt op ook alweer? Volgens mij hierheen, hè? En dan hier, dit. Ja, kijk, hier moest ik heen. Oh my days, wat ben ik hier lang niet meer geweest. Welkom in Kingdom Biome. Voel je thuis? Ja, leuk dat ze in ieder geval... kijk, ik bel even dat ik er ben. Dat ik me thuis mag voelen. En jezus, wat is hier inderdaad gebeurd? Oh my days, het was altijd zo mooi. Huh? Ik kan me herinneren dat hier altijd helemaal bloemetjes en bomen en... Wow, wat is hier gebeurd, hé? Het is helemaal verlaten, inderdaad. Wacht, hier links... Oh my days. Huh? Wat? Wacht, even een flashback naar hoe het hier ooit uitzag. Oh my days. Ik moet mijn FPS voor echt naar beneden zetten of mijn render distance. Kijk, en dit Bram, is de reden dat het Kingdom Bij heet. Dit is de reden. Kijk mijn FPS hier. Ik heb eten nodig voordat ik iets kan doen. Oh mijn god, ik heb gewoon geen eten meegenomen. Eten was gewoon op zonder dat ik het door had. Maar waar is het eten? Wat is dit? Is dit een nieuwe hoofdbasis, hoofdkwartier? Ah, kijk, de chest room. Laten wij even op zoek gaan naar smikkelwerk. Nathan, sorry, maar ik steel wortels van je. Je mag ze terughakken bij mijn beest. De lege vlaktes op te vullen. Maar welke? Tussen de tempels. Oké. Dus dat zijn, neem aan dat alle gebouwen hier gewoon genoemd wordt als tempel. Of bedoel je... dit is een soort tempel natuurlijk. Maar ik denk dat hij gewoon de hele omgeving bedoelt, als het ware. Overal waar pot... Wat heeft hij veel potsel trouwens? Heeft het niet heel veel gekost? Oké, maar leuke opvulling, Nathan. Ik kom al met wat ideeën. Wat sowieso 100% moet is... Kijk, je hebt daar mini-deadbushes natuurlijk. Maar hoe leuk zou het zijn als Nathan nou hier een soort een dode boom. Overal van die grote dode bomen moet plaatsen, weet je. Wacht, ik ga er eentje bouwen. En dan kijk, jongens. Je kan zo een dode boom natuurlijk met dit hout maken. En dan gewoon een boom zonder takken maken. Maar wat je ook kan doen is misschien leuk een soort verbrande boom maken met dit hout. Het is niet eens hout, het is basalt. Maar basalt, dat kan je letterlijk gewoon gebruiken als een boom, ja, soort als het ware. Om een soort verbrande boom vibe te geven. Zie, want het heeft die streepjes. En wat het leukste vooral is dat het dit heeft. En dit is gewoon precies hetzelfde als hout. Nou, precies hetzelfde ook weer niet, maar het lijkt er heel erg op. Enigszins dat je het met de pickaxe moet hakken. Maar hiervan kan je serieus een hele leuke verbrande boom maken. Hier, en dat gaat van simpele blokken zoals dit naar grotere, naar kleinere. En dan kan je zelfs als je wil nog een beetje variëren zo. Of een dingetje die is omgevallen. Of letterlijk alleen stammetjes zoals dit, weet je. Ik zou gewoon een beetje op dit soort dingen gaan letten, Nathan. Of letten dit soort dingen gaan maken. Misschien kan je zelfs nog netherrack plaatsen met daarop een vuurtje. Alsof het echt lijkt dat het echt is afgebrand. Alsof er een soort mega bosbrand voorbij is gekomen. En je kan ook nog levende bomen maken. Of gewoon af en toe een blaadje op de grond. Maar dan wel donker. Ik denk wel sproesblaadjes. Als jullie kijkers trouwens nog ideeën hebben hiervoor, laat dat ook gewoon in de reacties weten. Want ik zit hier natuurlijk wel dit te bedenken. Oeh, ik heb nog wel een leuk idee trouwens. Het is dat ik geen boomblokken kan maken. Ik dacht dat je dat gewoon met botten kon maken. Maar wat nou als je gewoon een soort van skeletten en schedels hier overal verspreidt? Skeletjes, schedels, een soort ribbenkast, weet je, idee van gewoon verlaten dieren die dood zijn gegaan. Overigens ook een hele goede aanrader van mij zal zijn gewoon veel lekker rotsen en keien overal plaatsen. En dan helemaal in je eigen stijl natuurlijk, zoals jij denkt van nou, dit is precies zoals ik het voor me zie, weet je. Maar gewoon lekker, ja, rotsen. Lekker niet symmetrische brokken overal plaatsen. Misschien wat steen in de vloer zelfs. Ook wat lager zoals dit. Maak het zo gek als je zelf wilt, weet je. Hier zoals dit, kleintjes. Imagine dit dan een beetje overal. En toch, ik weet dat je al je blaadjes hebt weggehaald, Nathan. Deze rots vind ik trouwens helemaal niet mooi. Ik weet niet wat voor creatie dit is. Zo, dus beter. Maar ik zou echt blaadjes toch nog doen. Gewoon hier en daar blaadjes op de grond. Niet veel, maar wel gewoon bosjes, weet je. Gewoon heel weinig. Dat je af en toe even een bosje ertussendoor ziet. Want dat gaat toch veel toevoegen aan dit. Het is net te weinig dit, weet je. En je kan potsel volgens mij niet boommielen. Of wel? Nee, kijk, daar gebeurt er niks. Je kan het niet. Dan ga ik eten. Je kan de potsel niet boommielen. Dat is jammer. En ook nog een hele goeie is riviertjes. Een beetje, niet de hele grote, maar gewoon kleine, dunne en zo. Ik ga er gewoon eentje voor je maken. En dan een beetje lilypads erin doen. Dat op zich in het water nog wel een beetje leven te vinden is. Maar ook niet zo heel veel meer, hoor. Zou
wel gaaf zijn. Een beetje slaps en stairs eraan toevoegen, zoals dit. Ook gewoon van deze nog. Dan op grote plekken waar het wat breder is, kan je je zelfs in het midden, als je wilt, een soort kei toevoegen, weet je. Dan moet het net iets breder zijn nog. Hier bijvoorbeeld kan je zo'n kei in het midden toevoegen. Nou, dan water erin jeeten. Echter heb ik natuurlijk niet... Ik heb maar één bucket. What the fuck is dat? Huh? Wat is dit? Oh my days, dit is een ijzerfarm, of niet? Ja, dit is een... Oh my days, dat meen je. Hoeveel ijzer hebben ze? Oh, dat is zoveel. Maar goed, het water, dat pleuren we, dat jieten we er dan ook in. Zo. Hoppa. Zo, dan is het riviertje klaar. Dan hier af en toe gewoon dode bosjes. Dat zijn echt die spruisbomen, weet je. Normaal gebruik je die niet zo snel als blaadjes. Maar als je dat verlaten gevoel wilt, is dit denk ik toch je beste optie. Hier dan wat keitjes erbij. Gewoon buttons natuurlijk, maar die kan je als keitjes zien. Hier, imagine dat je dit nou gewoon een beetje overal hebt. Je laat die rivier sowieso doorlopen. Naar waar jij wilde, kan je misschien zelfs nog een bruggetje maken. Maar dit is toch al verlaten genoeg. Of ja, je kan nog veel meer dingen bedenken. Zoals die boomblocks en die skeletten. En andere mooie dingen. Hoho! Ik zou zeggen, af en toe een farmpje voor de sier die een beetje verstrooid is. Met af en toe nog wat graan dat uitsteekt. Maar de helft staat wijs van in de fik. Of de helft is helemaal door blaadjes overrompeld. En door takken en andere onzin. Die dingen kunnen daar trouwens ook nog echt perfect bij. Ik ga er een paar hakken. Dat werkt natuurlijk niet. Hoe kan ik... Hoe hak ik deze? Hoe werkt dat? Huh? Hoe krijg je een dead bush? Hoe krijgt hij zoveel keer een dead bush? Huh? Ik dacht dat ik dat gewoon met Silk Touch kon hakken. Maar nee, dan krijg je sticks. Het zal wel. Geen idee hoe dat werkt. Geen flauw idee hoe dat werkt. Nog meer leuke dingen zijn gewoon ruïnes bouwen. Dus gewoon een huisje van steen wat helemaal ingestort is. Of in jouw stijl van hier alsof je nog meer gebouwen had ooit. Maar die zijn kapot. Die zijn gewoon al 100 jaar vervallen. En er liggen rotsen omheen en weet ik veel wat. En blokken. Dus wel in jezelfde stijl, maar dan gewoon, ja, als een ruïne. Nou, dat was hem, Nathan. Ik hoop dat dit 100 diamonds voor je waard is. En je kan in mijn comments kijken, Nathan. Want ik weet zeker dat mijn kijkers ook nog ideeën bedenken voor je. Ah, mijn kerk is alleen al niet echt goed belicht, zie ik nu. Hij is nog best wel donker, vooral daar. En er zijn natuurlijk heel veel mooie plekjes waar je gewoon lanterns kan hakken of hakken plaatsen en zo. Maar het is jammer dat ze geen redstone lantern of zo hebben. Een beetje een rode donker. Ze hebben die blauwe natuurlijk. Ik vind die blauwe lantern vind ik niet zo heel mooi of zo. Het zal een beetje warm zijn. Nou, waarschijnlijk hang ik gewoon normale lanterns op, hoor. Wat ook nog gedaan moet worden, wat ik eigenlijk telkens vergeet, maar mag ik helemaal niet vergeten, is het interieur van dit ding, jongen. Oh, wat is hij groot. Maar ik wil eerst 100 miljoen % de buitenkant klaar hebben en de omgeving. Dus dat vliegende brok en zo hier. Dat moet gewoon af zijn. En dan kan ik in alle rust kan ik beginnen aan het interieur van de kerk natuurlijk. Maar dat komt wel goed, jongens. Daar heb ik hoop in. Ik denk dat ik nu het pad, wat ik hier natuurlijk heb van steen, helemaal door ga brengen richting mijn kasteel. En dan ga ik kijken hoe het eruit ziet. Dan hoop ik maar dat het mooi is. We gaan er wel vanuit dat het mooi gaat zijn, dus. Maar laten we even allemaal stenen zo bij elkaar rapen. En dan het hele pad nog even vervangen. Gaat wel veel werk kosten, hoor. Maar ja, hè, boeien. Veel werk is altijd leuk. Eén groot nadeel, en dat is dat mijn steen gewoon weer bijna op is. Dit is letterlijk al het steen dat ik nog heb. Gewoon normaal stone. Oh, en ik heb dat ook gewoon bijna niet meer, hè. Dat van René, wat ik hier laatst heb gekregen, is ook gewoon weer op. Dat is gewoon weer op. Zo snel als het gaat. Laten we dan op zijn minst even... Hey, trouwens, het valt me nu pas op, maar Floor heeft hem afgemaakt. Wat nice. Floor heeft die poort afgemaakt. Dat is af. Ik denk dat die af is, gok ik. Maar Floor heeft hem afgemaakt. Wat nice. Wat chill. Kijk, een trappetje omhoog zelfs. Nu ben je hier binnen. Waar gaat het heen? Ah, en dan kan je hierdoor kan je naar de toren. Oh, maar deze heeft het gewoon... Die toren is breed. Huh? En dan vanaf hier kom ik op de muur terecht. Nou, hoe leuk is dat? Hoe leuk is dat dat je nu gewoon op de muur terechtkomt? Het is gewoon een combinatiebeeld van Floor en mij. Ik heb die muur gemaakt. Zij die toren hier en die hele poort eigenlijk. En ze combineert het gewoon met mijn beeld. Hoe leuk is dat? Ik kan zoals hier omhoog. En waar kom ik dan? Oh, nou mooi hoor. Mooi hoor, Floor. En dan hier omhoog. Dan kom je... Hoppakee. Op de andere muur terecht, ja. Het werkt gewoon allemaal. En dan hier omhoog. Jezus, wat een gebouw dit, hè. Je kan alle kanten op. Zit daar voor de trap? Waar gaat die heen? Nou, gewoon echt niks. Nou, gewoon echt een mini-mini ruimte hierboven waar niks is. Wederom leuk hoor, Floor. Nou, we beginnen met het cobblestone. Ik denk dat dat wel een leuk begin is om iets mee te doen. Ik ben zo benieuwd hoe deze stad van mij er over echt een maandje of zo uitziet, jongens. En de laatste tijd ben ik zoveel bezig met gewoon grote meuk bouwen hier telkens. Omdat ik het gewoon ineens weer heel leuk vind. Ik vond het altijd al leuk. Maar ik was met wat kleinere dingen bezig de laatste paar weken op Content Veen. En sinds die muur ben ik er, eigenlijk sinds de kerk daar, ben ik er helemaal voor me vol losgeslagen in veel te grote dingen bouwen. Ik hoop ook dat jullie dat wel een beetje leuk vinden. Dat veel te grote dingen bouwen de hele tijd. En ik hoop dat jullie het mooi vinden. Vooral. Want ik vind Content Veen gaat bij mij echt tegenwoordig bijna alleen maar over bouwen. Maar het is wel leuk. Wow, als je dit ziet, wat een verandering. Hey, het voelt veel stabieler aan of zo. Kijk, ik moet al die stairs en zo er nog in doen natuurlijk. Maar het voelt dus gewoon... Ja, ik weet niet. Veel, ja, wat, hetzelfde als dat het hier voelt. Heel stadsachtig. Oh, ik zet mijn sensitivity hoog. Wacht, hoe hoog kan ik die zetten?
Oh, oh mijn god, wat is dit moeilijk spelen. Oh, het gaat allemaal zo snel. Ik heb mijn muisje heel snel gezet. Oké, laten we nu het pad even helemaal doorzetten naar het kasteel toe. Dan heb ik gewoon in ieder geval het pad wat ik altijd al gehad heb, is dan een keer geüpgraded. Er zit wel nog hout tussen. Ik weet niet of ik dat leuk vind. Ik bedoel, ik heb het nu maar even laten zitten. Maar zoals hier vind ik het misschien gewoon nog wel leuker dat er geen hout tussen zit. Maar het voordeel aan hier vooral is dat er allemaal mossy blocks tussen zitten. En dat ben ik hier helemaal vergeten. En licht, want het is echt pikken donker. Zo makkelijk dit. Het is veel makkelijker dan zo'n breed pad, omdat er al zoveel meuk in zit dat ik gewoon kan houden natuurlijk. Scheelt het best wel wat werk. Als het goed is, heb ik bijna het hele pad nu gewoon vervangen. Ja, zo. Oh nee, niet. Hier zijn nog een paar blokjes. Zo, het is dat nu mijn steen op is. Dit is namelijk het enige pad langs de boerderij of langs de molen van Floris die nog ouderwets is nu. Maar voor de rest is het hele pad is nu van steen gemaakt. Ik moet wel zeggen, het is wel heel anders. En niet op een negatieve manier. Ik denk echt dat ik het hout er nog tussenuit ga halen, maar ja, dat boeit me nu eventjes niet. En ik denk dat ik dan ook volgende aflevering hier het hele pad anders wil maken. Of sowieso wil ik het hier misschien een beetje verbouwen hier beneden. Maar dat ja, ik heb nog genoeg dingen te doen. Dus waarom dit nu verbouwen, terwijl ik nog zoveel andere dingen af moet maken, weet je? Is ook niet echt slim. Maar goed, wel weer een geslaagd avontuur als ik het zo bekijk, deze aflevering. Het hele pad ziet er nu gewoon lekker van steen uit. Dat worden veel nieuwe dingen volgende aflevering, denk ik, bouwen naast het pad. En misschien zelfs een beetje wat bomen weghalen en nog meer van dit soort pleintjes er zo maken. En misschien zelfs, ja, locaties voor huizen. En dan Floor even lief aankijken. Of zij ook misschien weer een paar huisjes wil bouwen, Floor, alsjeblieft. Dan gaan we het namelijk helemaal vol proppen hier gewoon met huizen en zo. Maar laten we nu even naar de kerk gaan. Even onder de bel staan hier. En dan deze video afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Ik in ieder geval wil. Abonneer zeker ook even als je dat niet hebt gedaan. Like ook even. We zitten bijna op de 150.000 abonnees. Het gaat zo snel weer ineens. Kijk ook even deze video, want deze video is een prachtige video. Ook gemaakt door mij. En elke video van mij is gewoon goed. En nu spreek ik later. Graag zo. Tot ziens.